Focus hier en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag wil ik even de tijd nemen om te kijken naar een large cap altcoin die eigenlijk weinig aandacht krijgt. Ik heb het over Litecoin, want iedereen zoekt tegenwoordig de nieuwste altcoin die maximaal een maandje bestaat om snel gigantisch rendement te pakken. Maar er komt heel veel risico bij kijken en je moet een naald in een hooiberg vinden, want elke dag komt er meer troep bij. En zelf ben ik daar helemaal niet mee bezig, ik richt mij liever op bijvoorbeeld een Litecoin. Vandaag gaan we Litecoin bespreken en ik bespreek dus ook een realistisch koersdoel voor Litecoin, dus laten we maar gewoon snel beginnen. Voordat we gaan beginnen met de video van vandaag, ik wil jullie opnieuw waarschuwen voor scammers in de comments. Elke dag moet ik minimaal 100 berichten individueel verwijderen, omdat YouTube er geen oplossing voor heeft. Ik zal nooit iemand benaderen of een WhatsApp bericht achterlaten, pas dus echt op. Mocht je trouwens zo'n scambericht zien, dan zou ik het waarderen als je het bericht gaat melden, want bij meerdere meldingen zal namelijk zo'n account verwijderd worden. Zelf probeer ik natuurlijk al constant dat soort berichten te verwijderen, maar ik kan natuurlijk moeilijk elk uur van de dag alles in de gaten houden. Pas dus echt op. En laten we dan maar beginnen met Litecoin. Het is natuurlijk een bekende naam die er al een lange tijd is. Het is opgericht namelijk in 2011 door Charlie Lee. Dat was toen een oud Google-medewerker. En het idee was om van Litecoin een light-versie te maken van Bitcoin. Je ziet het natuurlijk ook wel een beetje terug in de naam. En Charlie Lee is vandaag de dag nog steeds betrokken bij Litecoin. Hij heeft namelijk een non-profit organisatie wat hij begeleidt en dat heet Litecoin Foundation. En ze hebben het doel om samen met ontwikkelaars Litecoin verder te ontwikkelen en te verbeteren. Litecoin maakt gebruik van Proof of Work en op dit moment zijn er 66,7 miljoen Litecoin in omloop. Er is wel een max aanbod, net zoals bij Bitcoin. Alleen bij Litecoin is dat 84 miljoen. Op dit moment is er dus 79% van Litecoin in omloop. Bij Bitcoin is dat natuurlijk 21 miljoen en ongeveer in 2140 zal die 21 miljoen Bitcoin bereikt worden. Bij Litecoin zal dus die max van 84 miljoen zijn, alleen zal het ook in die periode ongeveer behaald worden. Want Litecoin maakt ook gebruik van een halving, elke 4 jaar. Zoals ik net al zei, Litecoin is gebaseerd op Bitcoin. En het netwerk van Litecoin is nooit offline gegaan, dus 100% uptime en dat is cruciaal. En Proof of Work consensus algoritme zorgt ervoor dat transacties snel bevestigd worden zonder fouten. Dus een double spend of bepaalde aanvallen op het netwerk, dat heeft geen zin. Het blockchain netwerk is veilig en ook nog eens sterk. Litecoin is er al sinds 2011 zoals ik net aangaf en het is nog nooit gehackt. Maar het klinkt allemaal wel leuk en aardig, maar wat brengt Litecoin nou op de tafel? Wat is de use case? Litecoin is ontwikkeld om transacties snel, veilig en goedkoop af te ronden. En dat is voor Bitcoin tegenwoordig best wel een probleempje. Litecoin verschilt met Bitcoin als je kijkt naar bijvoorbeeld de hashing algoritme en nog meer technische factoren. Bijvoorbeeld de blocktime van Litecoin is slechts 2,5 minuut, voor Bitcoin is dat 10 minuten. Daardoor erg lage transactiekosten, waardoor kleine transacties makkelijk voltooid kunnen worden. Dus echt voor het dagelijks leven, bijvoorbeeld als je een koffie wilt betalen. Litecoin is er natuurlijk al een tijdje, het is ook daarom wat makkelijker aan te schaffen, want het is ook een bekende naam in de cryptowereld. En dat is natuurlijk wel een probleem wat vaak gebeurt met nieuwe opkomende altcoins. Het is heel erg lastig om die altcoins te kunnen kopen. Ik koop mijn Bitcoin en altcoins bij Coinmerse. Als je interesse hebt om een account te openen bij Coinmerse, kijk dan eventjes in de beschrijving. Ik heb daar namelijk een linkje geplaatst. En als je besluit te registreren via de link, help je ook nog eens het kanaal en dat zal ik altijd waarderen. En ik snap de kracht achter de use case van Litecoin wel, maar ik zal puur Litecoin gebruiken voor een swing trade. Dus het is niet zo dat ik denk, oké, ik ga nu Litecoin kopen en ik heb heel veel vertrouwen in de komende 5 jaar, ik blijf elke maand kopen. Dat ga ik absoluut niet doen. En dat is eigenlijk voor bijna alle altcoins. Want als je 2017 of 2018 even terugpakt, of misschien heb je het wel meegemaakt, dan weet je dat er heel veel mensen zijn die heel veel geld zijn verloren omdat ze heel veel vertrouwen hadden in een altcoin. Ze dachten bij zichzelf, ja, een hele goede use case en ik zie dit steeds verder groeien. En je kan natuurlijk bij Litecoin ook eventjes terugkijken naar 2017 en dan kijk je tegenover de dollar. Een daling van 71% in nog geen 50 dagen. En vandaag de dag staat Litecoin op $321. Dus je hebt het over een hele lange periode om weer een beetje in de buurt te komen van die all-time high in 2017.
En veel investeerders hebben dus in de afgelopen periode ook 25 tot 70% verlies gepakt. Want er zijn namelijk niet veel investeerders die jarenlang kunnen vasthouden om uiteindelijk weer kiet te draaien. En ik wil zelf natuurlijk de volgende bear market, ja, ik zal hem wel meemaken. Maar ik wil natuurlijk niet dat al mijn vermogen in altcoins gaan zitten. Want je ziet het bij heel veel verschillende altcoins. 70% daling is helemaal niet zo gek. En ik heb het natuurlijk ook al vaker aangegeven, ik zal in kleine stapjes winst pakken en zodoende eruit stappen in een paar weken of in een paar maanden tijd. Maar het is altijd beter om even te kijken naar de Litecoin Bitcoin Pair. Maar voordat we dat gaan doen, ben je nieuw en je wilt het kanaal helpen richting de 50.000 abonnees, want het is echt hartstikke dichtbij, dan zou ik het zeker waarderen als je besluit te abonneren, want ja, daarmee help je natuurlijk het kanaal, na die 50.000 abonnees. De 100-day moving average staat op het punt de 200-day moving average te passeren op de 4-hour chart. Dat is belangrijk, want we kunnen namelijk eventjes terugkijken wanneer dat in het verleden ook gebeurde. In 42 dagen 68% stijging tegenover Bitcoin. In die periode ging Bitcoin dus ook omhoog, maar Litecoin nog meer. Want dat is namelijk goed terug te zien als je kijkt naar de dollars. Want in die 42 dagen, dus precies dezelfde periode, steeg Litecoin tegenover de dollar met 114%. En als je eventjes verder uitzoomt, zie je heel vaak dit patroon zich herhalen. In februari 2018 binnen 13 dagen 76% stijging tegenover Bitcoin. En in mei 2017 resulteerde dat in 106% stijging tegen Bitcoin in 9 dagen tijd. Mocht je trouwens geïnteresseerd zijn in trainingsmateriaal over technische analyses voor crypto, premiumleden van Discord kunnen vanaf nu een cursus volgen van een expert op dat gebied. Krijg je precies mee hoe het allemaal werkt en waar je rekening mee moet houden. En op dit moment loopt ook nog eens de actie dat je maand abonnement kan afsluiten, nog een paar dagen en dan is dat niet meer mogelijk. En dan krijg je natuurlijk gewoon alles bij, hè? De portfolio tracker, hoe je onderzoek moet doen, modellen, tools, analyses, noem het maar op. En dus ook cursussen en trainingsmateriaal. Ik zal in de vastgepinde comment zeker eventjes een linkje achterlaten voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Dus Litecoin komt op dit moment op een punt wat belangrijk is. Maar tot welk punt kan Litecoin stijgen tijdens altcoin season? Het eerste level waar ik resistance verwacht zie ik op 0.0079. Bitcoin staat op dit moment op $49.300 als ik dit inspreek. Mocht het 0.0079 level bereikt worden tegen de huidige prijs in dollar van Bitcoin, dan spreek je over een prijs van $390 voor Litecoin. Want de rekensom is gewoon als volgt. 49.300 keer 0.0079. En dat zal neerkomen op een stijging van 21% van Litecoin als we kijken naar de dollar. Maar als we verder kijken voor Litecoin, lijkt mij 0.010 een belangrijk level. Dan kan je gewoon dezelfde rekensom uitvoeren. 49.300 keer 0.010, dat is $493 voor Litecoin. Maar om eerlijk te zijn verwacht ik dat Bitcoin niet zo laag staat als Litecoin daadwerkelijk dat level weet te bereiken. Een prijs van laten we zeggen $75.000 voor Bitcoin, dat lijkt me dan wat realistischer. Dan praat je over $750 Litecoin, een ruime verdubbeling vanaf dit punt. Maar dat heeft dus wel te maken met de prijs van Bitcoin. Je kan zelf natuurlijk de rekensom uitvoeren met de prijs van Bitcoin die jij realistisch vindt. Denk je misschien aan 80.000, 100.000 of misschien 60.000, dat moet je natuurlijk echt zelf bepalen. Zelf verwacht ik dat $150.000 voor Bitcoin dit jaar zeker gehaald gaat worden. Maar het is natuurlijk nooit een garantie, maar daar ga ik wel een beetje vanuit. Dan doe je dus gewoon 150.000 keer 0.010. Dat zal betekenen $1.500 per Litecoin. En dat klinkt erg aantrekkelijk natuurlijk. Maar oude all-time highs voor de Litecoin Bitcoin pair geven nog veel meer ruimte voor Litecoin om nog veel verder te stijgen. Al is wel de vraag of die punten nog behaald gaan worden. Het zal me namelijk echt verbazen als bijvoorbeeld de top van 2018 geëvenaard gaat worden. Want we kunnen inderdaad even kijken naar de top van 2018. Dat was de top van altcoin season van de vorige bullrun. En dat punt was 0.0249. Dus uitgaande van $150.000 per bitcoin, dan doe je dus dezelfde rekensom als eerst. 150.000 keer 0.0249. En dat zal neerkomen op $3735 per litecoin. Dat is ruim keer 10 vanaf dit punt. En daar is natuurlijk heel veel voor nodig. Maar altcoin season kan heel snel gaan. En zoals jullie weten heb ik een positie in Litecoin. Zal ik tot dat moment alles behouden? Nee, natuurlijk niet. Ik zal tegen resistance aan gedeeltes verkopen. En ik kijk ook vaak naar percentages.
Heb ik op een gegeven moment 50% rendement op een positie, dan is het tijd om langzaam maar zeker wat te gaan verkopen. Want ik wil namelijk langzaam uit mijn positie stappen. Want niemand kan nu zeggen wat de blow-off top gaat zijn van altcoin season dit jaar. Gaat het bijvoorbeeld voor Litecoin 0.024 zijn? Of misschien 0.018. Niemand durft dat te zeggen en niemand weet het. Dus zorg er gewoon voor dat je winst gaat realiseren op de weg omhoog. En zelf denk ik dat $1000 Litecoin wel haalbaar moet zijn dit jaar. Maar dat ligt natuurlijk ook aan altcoin season en fundamenteel speelt natuurlijk ook altijd nieuws een hele grote rol. En sommigen verwachten met altcoin season dat het helemaal door het dak gaat, dat sommige altcoins echt gaan ontploffen. Anderen denken dat het rendement al deels is behaald omdat we al midden in altcoin season zitten. En zelf verwacht ik dat we eigenlijk er al een beetje middenin zitten. Altcoin season is inderdaad al begonnen, alleen de rendementen die horen bij altcoin season, die zie je nog niet voorbij komen. Dus ik verwacht ook dat de komende dagen voor Litecoin dan erg belangrijk gaan worden. Is er sprake van een breakout door de handen DME, to handen DME flip? Of is er sprake van een fake cross wat ook vaak voorkomt? Dat de 100 day moving average door de 200 day moving average heen gaat om vervolgens heel snel er weer onder te duiken. Dat kan altijd gebeuren. Je weet namelijk nooit op korte termijn wat er precies gaat gebeuren, maar het is natuurlijk wel zo dat de komende dagen, misschien zelfs weken, erg belangrijk gaan zijn om te zien waar we heen gaan met Litecoin tegenover Bitcoin. Ik heb natuurlijk wel een positie ingenomen, maar het is wel een kleine, want het blijft een altcoin en er zit dus gewoon heel veel risico bij. Dat wou ik toch nog eventjes meegeven aan het einde van de video. En voor nu komen we dus ook aan het einde van deze video. Mocht je meer van dit soort video's willen zien, vergeet dan zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.